einde aan de grijze muizen. Vrouwen zijn gewoon veel vlotter en gezelliger en leuker. En dan mannen? Dan mannen, over het algemeen. Dan de mannen die ik in eerste instantie in het archief ontmoet heb. Ze zijn wat schoner, volgens de wc. Maar doorin die houdt het toe. Dat als er een mannelijke onderzoeker of een vrouwelijke onderzoeker hetzelfde historisch onderzoek doet, dat een vrouw het dikwijls meer in plaatjes kan beschrijven en mannen meer het technische en de platte tekst, zeg maar. Niks specifieks. Ik vind namelijk dat vrouwen in archieven en mannen in archieven geen andere verbinding zou moeten hebben of dat dat iets anders moet zijn. Dus voor mij heb ik daar geen speciaal gevoel bij. Nou, eigenlijk is het eerste waar ik dan aan denk, vrouwen brengen kleur in het archief. Hoewel, deze mannen, die kunnen er ook wel van. Ja. Het eerste wat in me opkomt is te weinig. Ik geloof niet dat er te weinig vrouwelijke onderzoekers in het archief zitten. Maar ik vind wel dat het aandeel vrouwen in archiefmateriaal is echt wat te weinig. Dat kan meer. Dat kan beter.